Dit is het studiocomplex van Hans en Sipke. Ik ben Hans Wempen, 43 hier, kom van de Homert. En ik ben Sipke van der Hoop en ik kom uit Roegehuizen. Hey Sipke jongen! Wij hebben koor Ken leert op de Pabo. Toen hebben we een project die met Hendrik van der Meer, Jozef Masterdremer. En toen kwam ik de muziek en de leefde van de muziek van ons beide naar voren. Een paar weken geleden wien Hans en Sipke ook nog artiest van de Wieken bij Clipka Plus om zijn cover maken hier van Nick en Simon. Maar dat is al je begonnen met de talentenjacht van de Frieske Music Night. Nou ja, Sipke en ik wien krijg los, maar jong, dit is toch wel een unieke kans om uzelf even deel te zetten. Zo is het kaam, inderdaad. Dus Nick en Simons, pak maar mijn hand, maar waarom nou krijg je dit noemen? Nou, een prachtig nummer. Hebben hier niks iets van... Dan kent het publiek het vlot mooi, jongen. Islands in streets, islands in day, islands in streets. Ja. Wij weten natuurlijk dat Pieter en Iris de winnaar worden binnen van die prijs. Net zo leuk voor Hans en Sipke. Dat is heel slecht waarom. Want we zijn net aan de voorronde komen. Nee, net niet eens. Op internet wie de teleurstelling echt grut dat Hans en Sipke net niet eens selecteerd wien. En wie zou het zeker verdiend hebben om... tenminste uitgenodigd te worden. Helaas. Hans en Sipke hebben een soort entertainmentprogramma van 12 hele oeren. Liet ze mij zien beide vullen. Daar is het nummer een onderdeel van. Maar wat had dat ooit voor zin? Sipke en ik zijn in principe net een echte feestband. Wij binnen op feesten en partijen. Dat ken ik doen ze worden. En er is rock and roll. Maar wij spelen net een hele jong feestmuziek. En optredens krijg je toch het makkelijkst als de in elk geval covers. Sjongst. Nou, dan heb ik heel gauw een goed programma kleren natuurlijk. Maar aanst is dus doelvol om bij me zitten te gaan en net meer het programma tot in de treuren te repeteren, maar ikzelf te scrollen. Hans en Sipke hebben wel aardig wat ondervinding. Ik screw al fjouwer hier de Veskes van Tomke tiet. En dat gebeurt hier in deze studio. Nou, ik heb Jozef hier natuurlijk het eerste wat we deden, een musical van Andrew Lloyd Webber. Prachtige muziek en heel mooi in het Frieske oorzet. Toen ben ik in Jeans te laten komen. Daar heb ik twee jaar in zitten. Letter heb ik toch weer een musical programma maken met onder andere Antje Montero. Nou, dan heb ik maar een aantal meisjes. Heb ik nog een, waar ik maar in Jeans zitten heb, heb ik nog een... musical productie maken. Tja, van heel goed. Ervaring genoeg. Maar wat is nou het doel? Nou, terugbreken. Teruggaan. Nou, wij willen heel graag bereiken dat we een 2, 3, 4 keer in de maand voet binnen te spelen. Dat we denken aan patiënten maar vertellen dat het een deel van ons werk wordt. Ja, en wie weet waar het eindigt. Dat is wat we willen bereiken.